Joost van Waard, bekend als muurkunstfotograaf en samensteller van het boek Muurkunst in Utrecht, neemt ons mee door de wijk. We staan hier bij het zwembad Vleetje Mare en de kunstenaar Harmen Lieberg die heeft hier zich uit mogen leven met prachtige ontwerpen. En die heeft zich laten inspireren door de natuur, de flora en de fauna die hier was in het Groene Hart toen hij nog niet gebouwd was. En door de oude klassieke schoolplaten van Koekoek. Hij heeft daarbij de assistentie ingeroepen van Inge van Noordwijk, een tekenaar van het Museum Naturalis in Leiden. Die heeft een stuk of 100 tekeningen gemaakt en die heeft Limburg vervolgens gedigitaliseerd en toen vermengd met stripverhalen en andere dingen heeft hij patronen van gemaakt. En die heeft hij op twee manieren in het zwembad toegepast. Het ene is wat we hier zien op de ramen, daar heeft hij gematteerd in omgekeerd heeft hij de tekeningen op de ramen laten zetten. En dat zijn allemaal hele complexe patronen met vissen, waterplanten, reigers, eenden, van alles. En binnen in het zwembad heeft hij ze ook op de tegels laten afdrukken. Daar heeft hij ze in laten bakken. En er zijn allerlei verschillende varianten in de kleedkamers en in de zwemruimte zelf op de muur. De bewoonster van dit pand die wilde graag dat er iets moois op de muur zou komen te staan. En toen heeft ze een stukje uitgekozen van een gedicht van Ingmar Heitse. Dat heet Gedicht voor op een bouwschutting. En dan heeft ze maar een klein stukje uitgelicht. En toen heeft ze aan Leon Keer gevraagd om dat op de muur te schilderen. En Leon Keer is een... die kennen we wel, want die heeft een hele mooie 3D-schildering gemaakt op het Berlijnplein. Waar je de hersenen en het hart ziet. En als je op de juiste plek gaat staan, zie je dat in 3D. En de tekst die staat hier al bijna 15 jaar op de muur. Maar in de tijd van de corona en dat iedereen binnen moest blijven en thuis moest blijven, heeft het heel veel mensen toch steun gegeven. En de tekst kwam ook op heel veel andere plaatsen voor. En ik denk dat veel mensen niet eens weten dat die van Ingmar Heitse afkomstig is. Groenstrook vlak naast de sporthal en de twee basisscholen. Daar staat een kunstwerk van Marin Casimir, een Duitse kunstenaar. En dat is een muur van een meter of zes lang met twee heel verschillende kanten. De kant waar we nu voor staan, daar zie je allemaal lijsten waar je je eigen voorstellingen op kan projecteren. En in de, dus als schilderijlijsten. En in de muur zitten twee deuren, een grote en een kleine, dus voor volwassenen en voor kinderen. Aan de andere kant van de muur is de muur helemaal bekleed met spiegels en puzzelstukjes. En deze muur die weerspiegelt de buitenwereld. Bij de basisscholen, de Achtbaan en de Boogaard hebben de kunstenaars Jan is de Man, de Verfdokter en Black December 6 jaar geleden een hele lange muurschildering gemaakt waarvan alles op staat.